aan het trainen. Ja, Neymar skills. Nou, je het over Neymar hebt, hè? Ja. Is dat nu niet de duurste speler? Ja, tering, hé. Hoeveel was het ook weer? 222 miljoen. 222 miljoen. Kijkers van Gaz Games, hier ben ik weer met een nieuwe video. En zoals jullie zien hebben we al een doelpunt gemaakt. Ik ben hier vandaag samen met Guido en we spelen Hypixel voetbal, maar what the fuck. Oh, jemig. Ik denk we zijn vandaag in de Rocket League sfeer. Ik denk, nou dan kan deze video er ook wel achteraan, ja, toch? Ja, oh. Oh. Nee, dat kan zeker, maar ik ben heel eventjes op mijn Neymar skills aan het trainen. Ja, Neymar skills, nou je het over Neymar hebt, hè? Ja. Is dat nu niet de duurste speler? Ja. Tering, hé. Hoeveel was het ook weer? 222 miljoen. 222 miljoenus. Maar ja, dat komt natuurlijk door al die Odyssey's die achter die voetbalclub zitten. Hè? Die kunnen ja, dat is zeker waar. Maar ik bedoel, 222 miljoenus. Ja, ik zag recentelijk een filmpje, zeg maar, hoe het met de prijzen was. Dat in 1880 of zo, weet je wel. Mm-hmm. Met een speler gekocht van... Puntje, puntje naar Aston Villa. 100 pond werd daarvoor betaald. 100 pond. En vervolgens werd er voor mij Johan Cruijff dan van Ajax. Jemig. Ja, jezus, Ajax worden ingemaakt hier. Barcelona voor 1,8 miljoen of zoiets. En toen begon het al in één keer met Ronaldo 94 miljoen. Red Bull 100 miljoen, klopt dat? Ja, maar dat is insane toch? En toen Paul Pogba natuurlijk ook nog een keer. En nu, ja. Ja, Paul Pogba ging voor? 120? Zoiets, hè? Oh, what the fuck? We worden hier helemaal gesloopt, joh. Dit is een opwarmpotje. Ja, dat zal. Ja, wie doet dat nou zoiets? Maar ze zijn wel insane bedragen, hoor. En dan kijk je naar de Nederlandse competitie. Spelerkoop van 10.000, of 10 miljoen. Nee, is veel te duur. Ja, maar dat is hetzelfde als met al die spelers die Feyenoord nu koopt. Ja, klopt. Ja, ik weet niet. Misschien trigger ik nu heel veel mensen, maar... Ja, ik vind dat we wel beter aankopen konden doen. Ja. Niet dat ze slecht zijn, alleen ik bedoel van als je gaat kijken waar Feyenoord... Maar dat geldt natuurlijk ook in dit geval voor Ajax, ook voor PSV wat nog. Want dat is natuurlijk wel de club die of Europa in gaan vaak en wel wat verder zullen komen. Of Champions League spelen. Dus ik denk, jemig. Ja, we worden hier ingepoeierd. Dat die clubs, die moeten toch wel een beetje een kaliber hebben qua spelers. Wil je überhaupt ook nog iets presteren? Ja, klopt. Nee, dat is gewoon te weinig geld. Ja, zou het? Wel, natuurlijk, ik bedoel... Wat is het hoogste loon wat ze zullen krijgen in Nederland qua spelers? Ik denk dat dat is net boven de miljoen volgens mij. En ja, kijk, heel cru gezegd, als je voor wijze van 3 miljoen wijze van bij een primaire divisieclub kan spelen die op de 14e positie staat, nou ja, weet je, dan ga je het raad gelijk spelen. Ja. Ja, eigenlijk wel. Ja, ik bedoel, kijk, voor je carrière hoef je niet... Nou, we hebben ook een doelman, dan zeg je u tegen, hoor. Echt een Kenneth Verpeertje. Die is geblesseerd. Nou. Oh. Aan zijn handje weer. Oh. Weer opnieuw. Of in ieder geval nu twee maanden of twee weken is hij weer klaar. Dus 2 maanden volgens mij. Jeetje. Ja. Ja, die heb ik. Ik ben een voetbalman, weet je. Ik ben een voetbalman. Ik heb al die nieuwtjes. Hier, kijk. Ik score gewoon. Ik heb al nog een minuut, dus het kan. Ik heb al 2 doelpunties. Doe even de kurkentrekker. Oké, ik doe de kurkentrekker. Let op, hè. Zo. Hoe kunnen die lui die bal zo hard poeieren? Ja, weet ik niet. Maar moet je ook eigenlijk slaan of is het gewoon er tegenaan lopen? Slaan? Oh. Doe je dat nooit? Nee, jawel. Nee, ik sloeg hem net, maar alleen die andere keer die... Oh. Ja? Fatty Saunders. Nee, daar. Nou. Nee. En die gaat er bij ons wel in. Komt die 3-2. Zo. Rocket League skills, jongen, dit. Ja, hun hebben echt een Neymar. Die serweertje. Ja. Dit ook weer. Gewoon precies deze kant op en dan... Oh, die mist hij. Zo, hij werd even die... Maar hoe doet hij dat zo hard? Daarom vraag ik dus jou, moet je slaan? Ben je het heel zeker? Ja, volgens mij wel. 4 goals heeft hij. Nou, gewoon 4 goaltjes. Ik krijg hier gewoon 50.000 coins voor een 15.000 XP. Oh, dan was dit je laatste challenge. Oké, snel nog een pond die joinen, want... Easy dit, joh. Het is lang geleden, maar ik moet zeggen, het is... Ja, ik weet niet. Ik kan het nog steeds niet. Vond je het dan? Hè? Vond je het dan? Nee. Laat me zeggen, ik kan het nog steeds niet. Daar is de bal. Dat is wel leuk, zeg maar, als je dan uit deze game gaat, dat die texture pack uit moet.
maar dan ga je weer een nieuwe, moet je ook weer aan, weet je wel? Ja, hey, trouwens, wij hebben nu die gozer die net 4 doelpunten maakt, die zit nu bij ons in het team. Weet je dat hij bij ons zit dan? Nou, kijk, wacht, nou... Of wat verandert je dat nog? Helemaal niet? Verandert dat nog? Ja, er zijn maar 2 blauw op het moment. Oh, shit. Nee, dadelijk zit hij weer tegen ons. Even kijken, hij zit... Met ons, ja! Nee, wacht, zit hij nou bij de enemy of wat? Wacht, wie ben ik? Oh, ik ben parkour. Dat ben ik. Oh, dat zit bij mij. Ja, nee, dan gaan we winnen. We hebben Neymar gekocht. Ja, we hebben Neymar gekocht. Oh, shit. Bij hem? Oké. Oh! Parkour scoort. Parkour, mooi. Ik vind het ook wel mooi dat ze dan ook daadwerkelijk dit keer de namen bij hebben staan. Dat je niet staat gewoon Duffy 13 scoort, weet je wel. Ja, ze zijn steeds beter aan het moderniseren met de naampjes, maar het is veel te lang geduurd, want ja. Zoveel mensen toch al doorgepit. Oh, ja, veel te hoog, man. Maar... Zo, rugby speelt was een punt. Ja, dan was het zeker goed. Hoppa, oh. Voorzet! Maak hem af! Nee! Jemig, ziet hij op de land. Nee! Kiepertje! Ja, oh. Ja, kiepertje. Kiepentie. Oh, ja. Ja, komt ie! Hardcore parkour. Hardcore parkour, mooi! Nee! Oh, ja. Okay, nou. Ja, oh. Is nog Lex. Ik heb hem. Oké, daar gaat hij. Oké. Waarom paas je die bal terug naar mij? Ja, dat weet ik niet. Oh. This is my moment! Oké, net niet. Oh, ja, nee! Huh? Hoe kon ik hem nou naar achter schieten? Oké, nee. Ja, maar toch ook nee. En oh. Nee. Oh. Hoeveel staat het eigenlijk? Body. We staan wel voor trouwens. Hij zit wel goed in de... Oké, pak hem. Nee. Oh, wat? Ja! Doelpunter! Nee, dat is wel een puntetje. Oh, what the fuck? Ja, dit is ook een lade wij het vorige keer in het team. Zo ziet dat dus eruit. Oh, ja. Okay. Die heb ik. Niet. What the fuck? Ik, voor mijn beeld sloeg ik die bal, hoor. ik sloeg de bal. De man, je had je bril niet op. Hier, jongen, zag je dat? Je speelde gewoon twee man langs. Kom op en... Ja, kijk, dat bedoel ik. Ik vind het alleen een beetje jammer dat je hier geen assists krijgt. Die denken we er gewoon bij. Is die bal? Waar is de bal? Oh, daar. Daar. Kom op. Oeh. Oh ja, kom op. Ah. Nou. Wat doe je nou? Oh. Voorzet geven. Ja, je schiet hem, schoot mijn bal. Nee, ik ben zeg maar een beetje de linkervleugelspeler. Oh, nee, heet hij dan ook wel Steven Berghuis? Nee. Oh nee, wacht. Hij speelt op rechts. Steven Berghuis is gewoon nog bij Feyenoord. Die is gewoon gekocht door Feyenoord. Ja. 6 miljoen. Ja. Volgens mij. Zoiets, volgens mij. Ja, 6 miljoen, 222 miljoen. Ik zie het wel bij elkaar liggen. Ja, zo ongeveer. Allebei vleugelspelers. Daarom. En ja, maar waarom zou Neymar weg willen bij Barcelona, eerlijk? Barcelona. Ja, maar nou waarom... ja, waarschijnlijk. Ja, weet niet. Kijk, om het geld hoeft hij het niet te doen. Want ik bedoel, ik denk dat hij bij Barcelona... Hij hoeft nooit van zijn leven meer te werken, man. Nee, maar kijk, hij gaat waarschijnlijk bij Paris wel meer verdienen nog. Omdat ze natuurlijk, dat is natuurlijk aantrekkelijk voor zo'n speler. Maar nog meer geld. Maar wat waarom? Wat ik niet snap, en dat is natuurlijk... Als je nu naar de Franse league kijkt, ja, weet je wel. Paris Saint-Germain krijgt er nu weer zo'n speler bij, weet je wel. Wat gebeurt er nou weer met de Franse league? Ja, je hebt natuurlijk wel Marseille, Nice en op zich Monaco. Ja, wat, Lyon, maar... Ja, dat is allemaal wel goed. Maar inderdaad, ja, tegen Paris. Ja, bastard. Ja! Want je hebt natuurlijk ook nog Kebab Cavani. En die heeft ook nog Di Maria of zoiets, toch? Di Maria, ja. Dat ja. Nog allemaal. Ja. Oh, level 77 op Hinkel Pinksel. Hinkel Pinksel, ook dat nog erbij. Nou, één potje dan om het af te sluiten. Oké, dan gaan we nou kijken. We hebben nu winst, verlies. Dan wordt dit gewoon het. Wat? De het en un. De het en un. Zoals Rotje zou zeggen, de het en één. De het en één. Oké, laatste pont die dan. Is goed. Ik hoop dat ik tegen jou mag. Tegen mij? Dan verlies je. Dan ik jou. Dat verlies je sowieso, dat weet je ook wel.
Oh, ik hield hem hoog. Kan je helemaal niet? Jawel. Zie deze plays, jongen. Hier, hoppa. Gaan we naar voren met die bal. Die Adriaan zit er niet bij, volgens mij, hè? Nee, oké. Ja, pas op met Adriaan, hoor. Die kan voetballen. Irriteren. Maar die kan ook zijn handen staan, hè? Ja, deze voor mij... Nee, mis. This is your moment, voorzet! Of niet? Ja, op mijn scherm raakte ik hem oprecht. Ja, dat zeg ik dus ook elke keer, maar... Ja, toch raak ik hem niet dan ofzo. Geen sausageworst. Ja, kom op. Hier! Lekker man! Zo doe je dat. Even ik over de kamer wil terugkijken of het geen hensbal was. Oh. Geen hensbal. Dus gewoon volleybal eigenlijk, joh. Want ik wil een keer tegen die bal aanrennen, gewoon van... Oké. Dat keer met die basketbal. Ja! Oh, fuck. Ja, dit is hem weer. Dit wordt hem weer. Ah, oh, ik ren echt nog die bal. Ja! Werkt dat? Ik sla wel mijn eigen goal in, hoor. Nee. Doelpunt is een doelpunt. Doelpunt is een doelpunt. Even knudden. In dat geval, doelpunt is een doelpunt. Ik gaf op een voer voor de enemy. Ja, en nog scoren ze niet. Dag traag, Rido. Oh, zo! Die jij nou? Ja, ik die heb ik. Is die bal in de grond en dan gebeurt dat. Wees snel. Oh, daar. Oh, oh. Waarom staat er ook eentje de hele tijd bij ons goal? Ik snap het niet. Nou, dat die zeg maar dit nu kan afmaken. Zo, toen. Oh. Alsjeblieft. Zo. Goal is een goal, zei ik. Een goal is een goal. Ja, maar jij hebt hem niet gescoord. Nee, dat is waar. Maar dat maakt niet uit, hoor. Dat is gewoon koppen schieten. Gewoon ping 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 ping. Pingpong. Dylan is pingpong of is het tafel tennis? Tafel tennis. Kom op. Ja, lekker man. Lekker gedaan, pik. Ja, die is voor mij. Nou, toch niet. Ik wacht hier wel rustig van. Hier is al lekker op de doellijn technologie. Ja. Tonk. Ja, en dat is nog een doelpuntje. Door Lockie. Ik ben gespoot, hè, voor Crystal Palace. Ja? Nice man. Door Frankie. Op mijn scherm raakte ik hem. De Frankie de Bauer. De Bauer? De boer. Hier! Oeh, mooi. We gaan dit gewoon winnen, joh. Easy. Ja, weet je, ik zou zeggen, de eerste game was gewoon een incomponti. Ja, ik raakte hem. Laat je helpen. Echt. Hoeft niet. Oké. Zo. Ja? Raakte hem weer. Ja hoor. Kiek. Ja, lekker man. Maar kan ik hier nog eerst worden met doelpunt 10? Nou, ik sta 2, Lockie sta 2, jij sta 2. Oh, fuck. Dus ja, het ligt er maar net aan wie het doelpunt maakt. Dit is wel een hele mooie voorzet. Oh, toch niet. Zo! Wat? Lekker gedaan, krol. Ik zat echt te kijken van... Kijken? Wat is dit dan voor bal? Zo! Wat? No way! Lekker gespeeld. Pik. Nou, die had ik niet. Ik wel. Oh. Ja, naar voren. Lekker man. Ik ga er iets mee doen, denk ik. Nee, toch niet. Oh, net. Jawel. Ja, oké. Dit kan wat worden. Of net. Ik kan niet zoals Rocket League gewoon naar de bal toe vliegen, weet je wel. Ik bedoel, Minecraft beweegt daar te langzaam voor. Oh! Ja, oh, lekker. Oh. Lockie is nummer 1 doelpuntenmaker. Tompo-sconter. Ja, oké. Daar gaan we dan. Daar gaan we dan. Deze is voor mij. Zeggen van idiots. En die tegen mij zegt een keer op nice pass. Weet je wel, ik doe gewoon... Zo. Nou, dat deed hij netjes. Die schoot netjes in de kruising. Verdomd netjes gedaan. Waarom, is dat mijn bal? Nee, is mijn bal. Wat? Ik... Nou. Hou op, hoor. Word ik dan toch nog topscorer? We gaan het nu zien. Nee, Lockie. Hey, je kan nog. Je hebt nog 10 seconden. Ja, kom op, deze wordt voor mij. Nee. Oh. Ja, 4 doelpunten zelf. Hey, ik moet zeggen, het was wel weer een keertje leuk. Absoluut. Maar nu ook 3 maanden niet meer, mensen. In ieder geval, dat was het dan weer voor deze video. Ik hoop in ieder geval dat jullie het leuk vonden. Zo ja, doe natuurlijk eventjes een blauw duimpje omhoog. Vergeet natuurlijk niet even te abonneren als je nieuw bent. Abonneer natuurlijk ook even op Duffy Games. En mensen, dan zie ik jullie weer bij een volgende video. Later.